Oei, disconnect. Dat was niet de bedoeling, zo hadden wij het niet geoefend. Zo, dan staat hij ook Oh gelijk op my YouTube. god. Ik dacht, ik zeg het even. Daar is hij weer. Kunnen jullie hem nog wel horen? Ja, ja, zeker. Dat wel. Ja, zeker. Niks aan het. En je zit er inderdaad terug bij. Mooi. Hou je zo. Dan wachten we even. Ja, ja, dan kunnen we gewoon gaan, zeker, hè? Maar ja, iedereen groen of groen. Gewoon met, die pijlenkop. Oh, we hebben dezelfde kleur. Nou ja. Oranje, je jongens. Je hebt dat gele viepje erop. Ik heb dat gele viepje erop. Ja, ja, ja. Nou, volgens mij zaten Peter en René en met dezelfde auto. Maar dat maakt niet uit. Ja, maar nooit. Oh. Pier zegt wat je zegt met jezelf. Ik stuur dat doe mee, homo. Zeg je dan een doe mee of wat bedoelt hij? Ja. Misschien dat ik toch beter zelfs aan de whisky ga beginnen, want dit loopt echt niet meer af. Nee, maar daar op vrijdagavond, dat dan gebeuren zulke dingen. Mm-hmm. Zo simpel is dat. Misschien dat ik dan toch onder de 21 zit als ik aan die whisky begin te nemen. Die kans is heel groot, dat snap je ook wel. Nee, toch niet. Eens kijken. Dit is lang geleden, jong Overwiel. Ja, dit is alweer een tijdje geleden. Thank you.
eerst nog een rondje. Dank je. Oh, nevermind. Ja, godverdomme. Zo, mooie tijd, Peter. Mark, dat scheelt maar 1/10, jongen. Ik weet niet waar je dat vandaan gepeuterd hebt. Ik heb mijn stinkende best gedaan, man. Ik haal niet onder de 1.20. Ik haal 1.20.9, 1.8.1. Maar ik haal niet onder de 1.20. Nee, ik ook niet. Ik kom daar ook niet onder. Dus we zijn uit de club gegooid. Jo, check. Jongens, houdoe! Homo's! Oh, foutje in de laatste bocht. Het zal wel goed zijn. Ik denk toch niet dat ik die 18e er nog af ga rijden.
Maar waar rijden jullie in godsnaam die 2 seconden vanaf? Dat snap ik niet. Ik snap dat eigenlijk niet. En nog niet heel lang geleden vonden wij die 21 ook wel heel snel. Ja, het is gewoon oefenen. Het is gewoon oefenen, ja. Je vindt dat nu niet meer heel snel op, maar dankjewel, hè. Jawel, ik moet zeggen dat... Ik ga GTA 5 spelen met autootjes op afstandsbediening. Dat ga ik doen. Ja, dat was keileuk. Of dat fietsen maar, ik weet het nog. Nee, maar de autootjes op afstandsbediening is nog maar nieuw deze week, hè. Ja, ik volg het allemaal niet meer zo, jongen. Ja, dat kwam nu. Peter, ho. En nog haalt hij 1.18 of wat? Hij gaat hier in de zandbak spelen. Ja, is dramatisch dat hij dat is een fucking Chinese spoiler. Maar dat is niet erg. Qualifying session over. Ja, Peter, dat is een mooie tijd, jong. Ja, dat had ik... Echt een mooie tijd. Hey, ik heb mijn beste tijd met 3 seconden verbroken. Ja, jij hebt ook op best gedaan. Maar houden ze er ook mee, dus. Vis voor complimentjes vanavond. Oh, is het compliment vanavond? Nou, ik zou zeggen, hou dan. Ja, succes, jongens. Oh, fuck, dit is het mis. Sorry Peter! Hey mannen, bedankt. Hey, dat is binnen wegnemen, man. Ja, Paul die gaat het nu met zijn vingers in zijn neus winnen. Allemaal mijn schuld. Ja, maar domme, het ging juist zo lekker. Dat mag dus ook niet. Moet dat ding langs moeten. Ik heb geen ABS of niks op dat ding. Nee, dan moet ik ook zitten. Ik moet eerst voor me instappen en dan kan ik hem loslaten. Nee, het is alleen een pad blokkeert meteen. Huh? Als ik hem vol, alleen een pad blokkeert meteen. Dat is hier helemaal hoog. Oh, dat is wel laat, dat is waar. Keep it going.
Zit meteen 1,4 op een halve rol. Fuck it. Zand. 7 minutes remaining. Thank you.
slowing, thank you, slowing. Let's pick it up, come on. Ho, ho, ho. Spectaculair ongeval. Two minutes to go.
1 minute to go. Ik zat dwars! Blue flag, don't race these ones, let them through. Niks een tandje, Mark. Nee, bedankt voor de waarschuwing. Hey, kan je kan niet meer. Jammer. Kwalificeren ging iets gemakkelijker. Dit Nee, nog niet gelukt. Op 1/10 na. Godverdomme niet. Oh, jouw track record. Oh, 21 te verslaan. Nee, onder de 21. Hé, maar dit is een goede tijd, René. Nee. Dat is wel mijn, maar... Het had... Ja, weet niet. Met die remding, dat maakt wel veel uit. Dat scheelt 1,5 seconde, denk ik. Maar waar de rest zit, weet ik nog steeds niet. Het is echt... Ik wat eerder. Ja, goed, ik heb niet meer achter jou gezeten toen al die rembalans aangepast had natuurlijk. Nee, maar je kunt inderdaad laten remmen. En hij remt ook mooi de bocht in. Dan. Ja, dat doet precies. Een stuk ja, beter. Dat is het vooral. Hè. Je komt zo mooi de bocht in. Maar die tweede bocht, zeg maar. Hè? Dus die eerste, dat denk ik, dat gaat wel redelijk. Daar kan ik best veel tijd pakken, maar nou. Maar die tweede, dat is nog altijd gedoe om daar fatsoenlijk doorheen te komen. Oh my god. Die? En dan zonder qualifying, denk ik. Hè? Gewoon een kwartiertje raken. En ik kan alleen maar de vocht nemen, of wat? Oei, ja, doe maar. Oké. Let's do this. Oh, shit. Een leuke lichtjes. Wacht, dan zal ik anders misschien de race zelf ook op 10 minuten zetten of zo. Maar je mag rondjes rijden, toch? Dit is alleen maar rondjes rijden, ja. I dus am vandaar. Speed. Oh, we hebben weer dezelfde wagen. Nee. I am speed. Ja? Ja. Alle 242, ja. Oh ja, maar ik pak deze wel, ik heb al iets. I am speed. We gaan daar gewoon voor, hè. Best meer speed. Oh, oh shit. Ja, ik moet wel... Nee, wacht. Nee. Ik moet... Oh. Te laat. Nee, maar ik moet die settings... settings? Dus elke auto heeft een andere stuur setting. Dus, oh. Fuck. Nou ja, goed. Maakt niet uit. We zien het wel. Ik denk dat het voor een oval niet zoveel uitmaakt. We zullen eens zien wat het geeft, ja. Op die. 10 minuten. Going left. Going left. Still going left. 46, 104. Dus het wordt eigenlijk beslist bij de start, als ik het goed begrijp.
Nee, okay, wat ik daar de filmpjes van heb gezien, zit er toch wel iets meer achter dan alleen maar achter elkaar aanrijden. Stable circuit. Ik heb loose speedway. Nee, ik moet stable... Stable C oval, denk ik. Stable oval, toch? Ik heb loose speedway. Ik heb hem op stable oval gezet. Wacht, oh, ik kan die opties nog instellen. We wachten, nog niet druk, hè? Want, ja, ja, ik doe nog niks. Hoe heet dat dan? Ford, wat is het? Ford Fusion. Hè? Ford Fusion Stock Car of zoiets heet het. Ja, dan ga ik voor de stable speed. Hé, hey, mijn maatje is weg. Ford Fusion. Oh, ik crash. 60, oh nee, nee, Peter, niet crashen. Niet crashen. 60-30. 60-30. Peter. Peter? Peter. Peter is gecrashed. 60-30. Ja, oh, is gecrashed. Peter is gecrashed. Zou mijn exit dan al opnieuw doen zo? Ja, op ja. Dit had ook geen issues. Nee. Exit. Kunnen we nog rustig René, wachten op René die weer 26 dingen moet instellen? Nee, ik kan hem al instellen. Dat ging zo snel, man. Ik kan mijn eigen track record verbeteren. Allee, ik maak een nieuwe. Even kijken. Petura. Same class. Heb je hem op dingen gezet? Op, hoe heet dat? Mijn schouw. Had je hem nog op A staan? Ja, A100, gewoon. Dan zet hem anders op C of zo, dan heb je er nog een paar bij. Dan is, of op B, of weet ik het in ieder geval. Ja, ik denk niet dat veel gaat uitmaken. Nee? Nee? Denk het niet. Nee. Ja, misschien niet voor deze klant, dat weet ik niet. Nee, sowieso maakt het weinig uit, denk ik. Even kijken. Ja, we zijn er, hè. Ik sta wel op 61% in mijn veiligheid, oké. Okay. Ik heb 1642. Heb ik trouwens verdiend aan die race van net dan? Eens even kijken. Ja, ik ben wel van alles kwijt nou. Dat, ik ben 2 punten kwijt. Ik ben van 1629 naar 1642 gegaan. Ik zal nou 1436. Ah, daar komt Peter. We horen hem wel niet. Nee, maar dat komt wel. Battery is low. Peter, kom terug! Kom terug! Tra-la-la-la. Anders iemand nog iets interessants te vermelden? Nee. Nee, niet echt. Niks. Jesus Christ, hebben wij een saai leven. Ik ben getrouwd aan Marcus, ik heb niks te vertellen. Dus, Die vrouw is 50 geworden, nee. 50? Ja. Holy shit, was het niet tijd voor een nieuwe? Dit wordt opgenomen, Mark, weet je nog? Oh, fuck ja. dan zal ik maar niet roepen inruilen voor 2 van 25. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Holy moly. Peter, de man. Test is gelukt. Mooi, dank u. Oké. Okay. Hey, is iedereen er weer klaar voor? Nog niet. Peter staat nog op rood bij mij. Oh ja, Peter is nog ja, ik alle... ja, nu zo. Ja. En go. Gaan met de banaan. Jong, 50 jaar. Ja, Mark. God, miljarden. Hoe zegt is Hans? Wat, hè? Zegt Hans Steeuwen, is dat helemaal verlept? Verlept, hè. Dit komt op YouTube, Mark. Oh, daar luistert toch geen kat naar. Ja, wij. En dan houdt het inderdaad gewoon op. En trouwens, deze stukken worden sowieso... Allee, die kijk ik nooit. Ik kijk alleen de race. Ja, ja. Al dit ik hier meer naar zit te luisteren, want hier wordt tenminste iets verteld. Ja, dat is excuseer. Dat is waar. Steek er nog één op, hè, jong. Oh, fuck me. Oh ja, loose speed. Ja, ik ga het gewoon proberen. Hoppa. Ready. Dit zou wel weer zo'n rolling start kunnen zijn trouwens, hè? Ah. Oh, ja. Op zo'n oval. Weet ik niet. Maar ik heb hem op standing start, maar we zullen het wel zien. Ja, het is rolling. Oh, fuck. Ja. Yep. Wat een beeld. Ik heb niks stuur. Ik kan niks. Ik moet hier maar zitten wachten. Ik zie het dan, niet zo heel. Ik ben aan de kant!
fuck! Je gaat... Oh! Holy fuck, man. Dat haal ik nooit meer. Sorry, Peter. Ik zat aan de buitenkant naast. Is het eigenlijk... Zou ik niet beter buiten aanzicht pakken, want wat hoeft hem toch niet veel te zien, hè? Ik vind het wel gaaf. Ja, mijn auto. Goed geluid. Coming through. Ik heb helemaal niet door. Yep. Ja, zelfs hier kan ik in een seconde sneller of maar. CRL veronderstel ik. Jawel. Ja? Woehoe, punten! Ja, dit gaat punt kans worden, ik krijg wat maken weer. Ja, ik hou alleen maar die gasknop in, hoor, maar de rest moet ik niet doen. Ik heb
Die bochten, hè? Je pakt de bocht anders. Ik neem de bocht anders. Ik neem de bochten heel laag. Oh, iets te laag, iets te laag, iets te laag. Hoog insturen en laag het erin. Ja, dat ik ga niet hoog insturen, ik stuur laag in. Ik snijd de bocht eigenlijk af een beetje. Over de gele lijn. Aan de kant, hè! Hey, Hollander, aan de kant zijn! 3 minutes to go. Ja, dat ga ik, hè. Is allemaal Peter zijn schuld. Is allemaal. Ik vermoord en ik verkracht uw vrouw. Dat is niet te houden. Eén keer zo'n klein bosje dus krijg je slingert helemaal weg. Volgens mij zijn er 10 minuten bijna. 2 minutes remaining. Hij is 40 seconden, dus... Nee, maar je moet heel erg oppassen. Maar... Nee, ik ben helemaal de baan uitgeslingerd. Paul, je moet straks naar Vulken maar eens zien. Peter, die gaat links, rechts, links, rechts. Ik maak hem niet voorbij, hè. Nog 1 minuut. That's your fastest second sector so far. Great job, keep it up. Ja, die 46
Ja, hier weer 46,9, dus ja. Maar hij heeft inderdaad wel een heel mooi geluid. Ik denk dat ik mijn nek verrokken heb met de hele tijd naar links te gaan. Oh. Ja, allee, toch tweede plaats. Ik had eerst kunnen horen, maar ja. Hier. Goddomme. Maar echt, ik zat ook scheef op mijn stoel, hè. Moet je niet doen. Ik had het scherm ook scheef gedraaid ondertussen, of niet? 5 punten. Oh, leuk man. Nee, 15 punten. 15 ik ben er 5 kwijtgeraakt. Ik ben even kijken. Mijn safety is wel 4% gezakt. 13 kwijtgeraakt. Waar zitten die DTM-auto's bij? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Dat is, dus dan moet je eens even zoeken op een Quattro, Audi 80 Quattro of zo. Die zit erbij. Audi. En de 190e, die zit er ook bij. Dus. De Audi 90 IMSA GTO, dat ziet er ook wel leuk uit. De Audi Sport Quattro S1. Wat dat die dan zijn? Het zijn een beetje vierkante bakken, zijn het. Uit de jaren stilletjes, zeg maar. Oh nee, dus DLC is dat. Die heb ik niet. Jawel. Nee. Ja, als we nu starten met deze auto, rijdt iedereen... Het zijn allemaal DLC's. Er zijn 3 auto's, het zijn allemaal DLC's. Oké, dus dat moeten we niet doen. Ja, ik heb hem wel. Ik heb er wel eentje, maar ja. Ja, maar ding René gaat er toch ook één? Nee, ik ja. Jawel. Je hebt zo'n gele, lekker spoor. Oh, maar dat is die short, die short wheelbase. Die moet je niet hebben, jongen. Gewoon als deze doen. Die, ja, die bedoel ik. Die bedoel ik. Dat zijn zeg die, dat dan. Zeg dat dan. Dat zijn de GTO'tjes. Zeg dat GTO. Dan. Dat is mijn oude Audi. Zo'n kaart ik voel. Ik ga met de Diablo, gewoon omdat het kan. Ik heb nooit een raceauto gehad. Wacht, ik wel even een leuk kleurtje pakken. Heb ik wel gehad. Oh, die Diablo is wel mooi, hè? Ja, daarom. Ik wil dat gewoon eens proberen. Wat zeggen ze bij de Diablo? Control difficulty, heel moeilijk, cornering speed, redelijk. Ah, oké, goed, ja, we zullen het wel zien. Ja. Nog een nieuwe qualifying bij? Of, Ja, zou wel even doen, even wennen. Ja, oh, ik moet hem wel nog instellen, zie je, dat begint de shit alweer. Hè? Mm-hmm. Ik zal ook even kijken. 10 minuten, of kwartierke race. Mm-hmm. En 10 minuten qualifying. Ja, ze hebben allemaal control difficulty. Audi Quattro. Godverdomme. 55-45. Ik ga het afleggen, ja. Ik zie. Zo, qualifying. Gaan we er gewoon voor? Dan gaan we ervoor. Ja. We gaan ervoor. Die Diablo is echt een mooie bak. Ik ben benieuwd. Wacht, boven mijn bed hangen. 45. Had jij een auto boven je bed hangen of waar zijn je nu? Ja, boven mijn bed. Ik had daar de Spice Girls hangen vroeger. Spice Girls? Te goeie nou een tijd. Too much information. Gewoon dat ik fan was, Mark. Dat waren geen begin nou een tanken zet je. Ja, daar ben ik toch in tanken, jongen. Nou, een vetzakkerij. Ja. Dit zijn wel driftbakken, hè, jongens. Denk eraan, hè. GTO'tjes. Oh, fuck, waar ben ik aan begonnen? Just go steady on the outlap until you get some temperature into the tire. Ik heb interface. Ah, ik heb ook geen interface meer, dat is juist, ja. Shit. Hoe doen we dat terug? Nee, dat heb ik al eens eerder gehad, dat krijg je niet. Dus... Moet je even het spel opnieuw opstarten, geloof ik. Oh, nou heb ik hem wel. Ja, ik ken hem weer. Ik kan hem bij mij onder een functiefiets gedaan. Wow, mooi. Wat is dat in het licht aan de blauwe band? Dat is wel echt verschrikkelijk te weten. Dit is een gaaf, hè?
Hoe kan het nu dat mijn toerenteller scheef ligt in de auto? Dat ding is behoed, man. Ongelooflijk. Waar ga jij in? Mark, opletten. Mark! Wat? Doe je mee het zand in of wat? Nee. Homo. Dat ding dat draait niet. Ik weet niet of ik eerste, tweede of derde ben, ik zie niks. Ja, zo. De hut is weer terug. Ik kan wel wat. Hoe deed je dat voor? Ja, ik heb gewoon even in de controls even dat ding ingesteld. Ik kan op één tijd rijden als het mee aan de kant. Dat kan ik ook eens proberen. Ho, 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 ho. Options. Maar godverdomme, doet het niet. Return to big box. Options. Dat is een apparaat, heet man. Ongelooflijk. Gewoon wel een hut teruggekregen, jongen, vindt niet. Ja, gewoon in het menu en dan heb ik options. Een van cycle hut. Waar cycle hut? Hut customization en dan zeg ik save en. Aha, denk ik. Een god de hemel. Het is gelukt. Oh, man.
Come on, jong. Nee, het is wel goed zo. Ik heb hem door. Ik kan niet pissen. Dus op dat ik met een camion rijd. Hey, maar Mark heeft er ook best een goede tijd gereden, hè? Nee hoor. Is dat laatste? Nee, blies dat het laatste. Blies heb geen tijd. Ja? En ik ga het gas op de hele tijd. Blies gaat nou een tijd bij. Oh, maar geen goeie. Zo. Dit lijkt geen eerste klasse wel zo te zien. Ja, ik heb zo'n auto gehad, hè. Dat is het ah. Nee, maar het is echt een hele brute gat. Het is gewoon, weet je wel, op vier pootjes en is gewoon, schiet vooruit dat ding. Gewoon op vier tegelijk, hè. Dat springt gewoon vooruit zo mee. Ongelooflijk. Dat gevoel had ik toch niet meer met een Porsche. Echt of dat ik in een tractor zat. Of in een camion of zo. Ja. Luister, het is niet zo stabiel als een GT3 of zo, absoluut helemaal niet. Het is gewoon brute power en zie maar hoe je ermee wegkomt. Ja. Ah, dat wordt zelfs leuk met deze auto's naast elkaar. Bloed zal er vloeien. Juist, jij snapt het, Mark. Ah, mijn krijg je niet stabiel mee, dus dat wordt. Maar ze zijn wel leuk om uit de slip te halen, als ze zo echt aan het driften zijn. Ja. Ah, Brie rijdt hem even naar nummer 2. Wie staat weer het laatste? Juist deze jongen. Je verwacht het niet, hè. Je verwacht het niet, hè. Nee, het laatste gaan eigenlijk. Hey, ik ga ervoor. Let's do this shit. Een kwartier lang rondjes van 46 seconden. Net als net. Hey. Ah, ja. Oh, de rembalans kon je niet aanpassen eigenlijk. Dat geen idee. Maar ja, jawel, hij heeft toch geen nut. Ja, toch niet. Hij treft toch of je dat nou wil of niet. Oh, nee, kom. Nou, ben je aan de penalty, goed vertrokken. Ja, dat is wel heel goed. Sorry. Oh, sorry, René. Dag, René. Dag, Paul. Nou, ik ben er weer naar gewoon.
Kom René. Ja, rij door. Nee. Jawel. Bonjour. Ja, nou, rij maar door. Oh, rijden. Hey, maar een mooie koppositie. Ja, die staan daar ruzie te maken voor het laatste te mogen zijn. Dan heb ik het ook niet moeilijk, hè. En ik krijg nog het. Allee, jong. Ik kan niet rijden. Mijn stuur doet het niet. Dat is niet meer van de... Apex compleet gemist. Ik kreeg nog een half seconde in het punt. Ja, ik zit in het zand. Oh, compleet verremd. Just at your own personal best lap. Keep it up. Ma, Mark. Oh, daar ga ik maar. Ik ga het vandaan. Ja, je ook al, maar. Oh, nee. Oh. Lollig als een achteruitkijkspiegel. Maar ik ga de hele tijd zanden. Nick, nou ben ik aan het klooien. That's your best first sector so far. Nice one. Thank you.
Ik heb in ieder geval een 47-0 staan. 47-4. Ja, goed. Ja, komt er rijden. Komt maar. Shit. Ho, 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 ho. Nice one, that's the best second sector so far. See if you can force him into an error and slip past. Als ik met een race engineer zeg, ik ook ga doen. In de next few laps. Dus prepare je energie, bro. Is het prepared, jongen, is het prepared. 4 minutes to go. Okay, you've got good consistent pace. You're gonna need to pick it up a bit. Let's push hard.
Godverdomme! Dank u wel, Mark. Het had zo mooi kunnen zijn. Nee, ik had hem winnen. Nee. Jawel. Lee. Een keer aan de penalty van 20 seconden, René. Ah ja. Ja, maar ik moet dan binnen die 20 seconden blijven. Ja, je zit nog 17 achter dus. Zwijgen, Paul, zwijgen. Oeh, toch spannend. 2 minutes to go. That's the fastest second sector time so far. Kijk, en dan slip Paul, maar wat doe ik? Ik slip ook, dus ja, dan kan ik hem niet inhalen. Oh, ik was zo dik bij Peter. Fuck. Oh, Paul gaat weer het zand in. Ja, ja. Ik rij hem voorbij. En aan de kant. En ik verplot het weer. Blue flag, let him through. Blue zit achter ons voor. 1 minute remaining. Ik zie het. Sorry. Allee, Mark. Sorry. Dat kan ik niet goed maken. Dat was veel te laat geremd en tegen u aangevlogen. En je rijdt er een poel door ook nog? Ja. Je fuckface. Ja, echt. Oh. Shit. Mark, je zegt nooit agressief. Nou, zei hij gewoon waar het niet kan aan de binnenkant. Is het een mooie guy? Dat is dat filmpje van Max Verstappen. Ja, maar dat kost ook 1000 bier, jongen. 1000? 1000 bier. Echt waar? Ah, kijk. Dat ga ik niet betalen. Oh man, ik had Peter nog kunnen hebben, hè. Dat was uw eigen schuld. Dat kan ik in het begin niet zo'n klooien was geweest. Ik heb een 47-0 in ieder geval, dus dat kan ik me leven. Ik heb 46-6 in potential. Nee. Het is wel een leuke klas, ik moet alleen nog iets meer oefenen, denk ik. Ik kan hier niet tegen, met dashboard, daar hebben ze dus het toerental een kwart gedraaid, zodat die tussen het stuur uit beter in te lezen is als je met de 6000 toeren zit. Dus dat is echt, daar zit tegen mijn OCD en daar kan ik niet mee om. Dat kan ik gewoon niet. Dat moet horizontaal zitten, niet kwart. Oh, ik ben veel punten kwijtgeraakt. Ja, ik ook. Ja, ik zit er al 13 kwijtgeraakt vandaag. Ik heb er niet zo heel veel bij gekregen eigenlijk. Ach, ja. Maar die Audi, die moeten jullie echt eens een keer rijden, joh. Dat is echt niet normaal. Dat springt gewoon op 2- of 4-wielig vooruit, zoiets. Dat is echt, echt gaaf. Die Lambo was ook leuk. Best aardig, ja. Ja, goede auto. Beter dan die Porsche, die had ik ooit een keer gereden en daar kon ik niks mee. Ik ga ermee stoppen, denk ik. Ik heb precies evenveel punten als het nu begon. We wachten niet op Luc. Ik ga in bed liggen, jongen. Nou, dan ga ik ook stoppen. Morgen gaan de wandelende wekkers weer op tijd af. Dan moet ik mijn opname nog stoppen. Dat had ik al gedaan.